In dit eerste deel van onze vierdelige serie Met de stroom mee nemen wij u mee naar de oude kerk van Oosterbeek, het Rielse Veer, een stukje Veluwezoom, het landgoed Duno, de uitkijktoren op de Boersberg, airborne herinneringen in Hilsum en Renkum, de Maria Bedevaart en de Holleweg, het Wallenpad en het Spijk in Wageningen. De oude kerk in Oosterbeek werd gebouwd in de 10e eeuw, in het toenmalige midden van het dorp Oosterbeek, aan de rand van de uiterwaarden. De zaalkerk werd uit tufsteen opgetrokken. Rond de 12e eeuw werd het koor aangebouwd en de kerk kreeg haar toren in de 14e eeuw. In de 15e eeuw maakte het Romaanse koor plaats voor een gotisch koor. In het midden van de 19e eeuw werd de kerk vergroot met een dwarsschip en plaatste men in alle buitenmuren gietijzeren ramen. In de huidige vloer zijn nog de contouren te zien van apsiden, nisvormige ruimten die het koor van de kerk afsloten. Precies in het midden van het oudste deel van de kerk bevindt zich in de vloer een nis, waarin een urn gevuld met as werd aangetroffen. Studie naar de herkomst heeft uitgewezen dat deze as waarschijnlijk van de inwijdingsceremonie van de kerk afkomstig is. Het was gebruikelijk dat een bisschop een askruis op de vloer legde, daarin in twee talen een tekst schreef en daarmee was de kerk officieel gewijd. Tijdens de slag om Arnhem en in de daaropvolgende maanden werd de kerk zwaar beschadigd door het oorlogsgeweld. De kerk was een van de laatste steunpunten van de Britse Airborne Divisie, voordat zij zich in de nacht van 25 op 26 september 1944 over de Rijn moest terugtrekken. This force will be known as Lonsdale Force. My headquarters will be in the church here. The news of the Second Army is that their armored reconnaissance patrols have reached the far side of the river. Get yourselves damn well dug in and shoot to kill. I'm going off on a reconnaissance now. And good luck to you all. De Statenbijbel uit 1660, beschadigd door oorlogsgeweld, alsmede de koperen kaarskronen, bleven behouden. De voor ons land unieke kerk is tijdens de restauratie teruggebracht naar de situatie van de 14e eeuw. Ruwgestad bestaat het Rielse Veer al vanaf het jaar 1000. Met een zeilschip werden onze voorouders naar Oosterbeek overgezet om een kerkelijke plichten te vervullen, te huwen of een kind te laten dopen. De huidige veerpont, de Opstapper, is er een die vaart op zonne-energie. De Opstapper verbindt Riel met Doorwerth en Oosterbeek en vaart dagelijks voetgangers, fietsers en brommers en scooters over. De Opstapper zet jaarlijks 50.000 mensen over, met name forensen, scholieren en toeristen. Dankzij de Opstapper hoeven scholieren geen onnodige omweg te maken.
Bovendien ligt het Rielse Veer aan een populaire toeristische fietsroute. In het voorjaar, in mei, bloeien de azalea's langs de oude oprijlaan naar Huize Duno volop. De pasteltinten zijn prachtig. De donkergroene taxushaag op de achtergrond versterkt dit effect. Het trekt in deze periode veel bezoekers en fotografen. In de jaren 90 is de laan hersteld door het Gelders landschap, evenals het toegangshek waarvan het ijzerwerk werd teruggevonden in een tuin in Soest. Een brede strook bos is gekapt en de taxussen flink teruggesnoeid om weer plaats te maken voor de verjongde azalea's.
Op het plateau markeert de grote Amerikaanse eikenboom de plek waar vroeger een hotel heeft gestaan. De laatste particuliere eigenaar van het landgoed Duno, van Vloten, schonk het landgoed na zijn dood in 1932 aan het Gelders Landschap. En Gelders Landschap nam het landgoed in gebruik als hotel. Het uitzicht vanaf de hotelterrassen was prachtig. Tijdens de slag om Arnhem werd het hotel door granaatvuur verwoest en slechts een oude zitbank en een stukje mozaïekvloer van de dekkoepel zijn nog te zien. Op het oostelijk deel van het landgoed ligt de Walburg de Duno, ook wel Hunneschans genoemd. De Walburg dateert vermoedelijk uit de periode van kort voor het jaar 1000. De Walburg is ongeveer 43 meter breed en loopt met een lengte van ongeveer 90 meter langs de rand van een stuwwal. Aan drie zijden loopt er een 3 meter hoge wal rond het binnenterrein. Aan de buitenkant van de wal ligt een droge gracht die hier en daar vele meters diep is. Recente onderzoekingen hebben uitgewezen dat deze Walburg een van de Walburgen is geweest van waar het beruchte echtpaar Adela en Balderik hun macht over het rivierengebied van hier tot aan de Elterberg toe hebben uitgeoefend. Op de stuwwal ter hoogte van Doorwerth is een aantal jaren geleden door Staatsbosbeheer een uitzichttoren geplaatst. Het pad daar naartoe voert de bezoeker langs een manege en uitgebreide weidevlakten met grazende paarden. Maar er komt een moment dat de paarden weer op stal worden gezet. En als er één paard over het pad is, de route naar de uitzichttoren is aangegeven met specifieke paaltjes. Een informatiebord aan de voet van de toren geeft een beeld van het doel en het nut ervan. En eenmaal boven kan men genieten van een weidse blik waarbij bij helder weer het uitzicht reikt tot aan het Reichswald in Duitsland. Een afstand van zo'n 40 kilometer. Het viaduct in de A50 over Rijn en Uiterwaarden, de brug de Oversteek bij Nijmegen, het kasteel Doorwerth en het stuwcomplex bij Driel zijn dingen die onwillekeurig de aandacht trekken. Voor de bebouwde kom van het dorp Hilsum bevindt zich een monument dat oorspronkelijk was opgebouwd uit materieel dat door de luchtlandingstroepen in september 1944 was achtergelaten op het landingsterrein. Door noodzakelijke wegaanpassing is het monument destijds verplaatst naar zijn huidige plek en verschillende malen gerestaureerd.
Het geschut is enkele jaren geleden door Engelse militairen opgeknapt. Komend vanuit Renkum over de telefoonweg ziet men links van de weg een zogenaamde luistersteen, als onderdeel van de Liberation Route, en kan via een app de gebeurtenissen rondom deze steen worden beluisterd. Deze steen staat aan het begin van het terrein waarop zich in 1944 de landingsgebeurtenissen afspeelden. Een deel van het terrein is sinds een paar jaar ingericht als golfterrein. Het rond 1350 gemaakte Mariabeeld in de Onze Lieve Vrouw ten Hemelopneming Kerk van Renkum wordt al vele eeuwen vereerd. Na de reformatie in 1580 kwam het beeld in Utrecht terecht, waar het eeuwen een anoniem bestaan leidde. Eind 19e eeuw kwam het van de rommelzolder van de pastorie opnieuw onder de mensen en in 1928 kwam het weer thuis in Renkum. Die terugkeer werd aanleiding voor jaarlijkse bedevaarten. Tot in 1956 bezochten jaarlijks ruim 10.000 mensen Maria van Renkum. De Maria-bedevaart op de laatste dinsdag in de maand mei vond voor de eerste keer plaats in 1956. Deze Maria-bedevaart vond in 2016 voor de 60ste keer plaats en is speciaal gericht op zieken en gehandicapten. Vandaar de vaak gebruikte naam ziekenbedevaart. In de kerk worden er een aantal banken verwijderd, zodat er voldoende ruimte is voor bedden en rolstoelen. Kinderen van de Don Bosco school uit Renkum droegen bij aan de bloemenhulde. De Holleweg ontstond op het punt waar deze prehistorische route van de stuwwal bij Wageningen af moest dalen naar een vroeger doorwaadbare plaats in de rivier, nu het Lexkesveer. De Holleweg vormde het meest zuidelijke gedeelte van een zeer oude weg naar het noorden in de richting van het huidige Harderwijk. Deze belangrijke noord-zuidverbinding stond later bekend als de Diedeweg, de weg van het volk. Langs deze weg zijn talrijke Romeinse voorwerpen gevonden en ter hoogte van Wageningen is langs de weg een eeuwenoud grafveld ontdekt met eveneens vondsten die als Romeins kunnen worden beschouwd. In hetzelfde gebied kunnen wandelaars genieten van het Trappetjesbos. Thank you.
Op een restant van een oud verdedigingswerk in de stadsmuur aan het Wallenpad, achter de Niemeyerstraat, staat een achthoekig theekoepeltje. Dat is daar in de 18e eeuw gebouwd door de familie Tork. Het stond achterin wat toen de tuin behorende bij huizen Tork was. Het huis is in 1972 afgebrand. Het was toen in gebruik als studentensociëteit en huisvesting. Het koepeltje is eenvoudig van bouw en is toegankelijk via een trap naar een bordes. Oorspronkelijk was dit een verdedigingstoren in de stadsmuur. De verdiepte toegang vanuit de stad is binnen nog te zien. Het Spijk heette vroeger het Melkpad. De boeren liepen namelijk via deze weg naar hun melkvee in de Uiterwaarden, even verderop. Die beschermen de stad nog altijd tegen de Rijn. Vanaf het Spijk is er prachtig zicht op de stadsmuur met de vage glooiing op de plaats waar ooit het bekafbolwerk heeft gelegen. Onbekender is het verhaal over de herkomst van het woord spijker. Wel, dat komt van een leerlooier die aan het Spijk woonde. Na het looien van de huiden moesten ze worden gespoeld en vervolgens te drogen gehangen. Langs de lange gevels van de huisjes aan het Spijk ontstaat door trechterwerking al snel een stevige wind. En het kwam regelmatig voor dat de halfdroge vellen neer de Uiterwaarden in woeien of juist aan een rondvlucht over de stad begonnen. De onbekende leerlooier bedacht daar wat op. Met een stevig stuk ijzer aan een stok sloeg hij ijzeren pennen door de vellen neer in de balken waarover die hingen. Dat voorkwam veel rondvliegend leer. Vanwege de herkomst werden deze pennen al snel spijkers genoemd, waarmee men zoveel bedoelde als afkomstig van het spijk.